Tamara, ik mocht niet langskomen, ik doe het lekker toch? Ja. Ik was ook in de straat, nee, maar ik snap het heel goed, want jullie zijn nog lang niet klaar. Maar nee, nou, jullie zijn wel al open. Ja, we hebben nog wel puntjes op de i te zetten, maar ja, we zijn geopend vanaf maandag met de salon en de winkel. Ja, wat het even kort samen, hè? Want ik ben natuurlijk het verleden vaker bij je geweest. Je hebt de Skin Doctors. We hebben de Skin Doctors nu. Dat is nu de oude Tamara Totaalverzorging. Die is dus van Sepp naar hier verhuisd. En we hebben de Hair Doctors. En de Hair Doctors die zitten in de Passage nog en in Goes. En we hebben Skin Jury. Dat is de webshop van de Skin Doctors. En ik heb samen met Sharon heb ik nu de winkel beneden Sharon's Bald Bakery. Ja, en dat was wat je tijdelijk ook in de Geren Passage deed. Ja. En op de website kan je het allemaal in één keer aanklikken, daar kunnen mensen het zelf zien. Ja, ja. Maar we zitten nu in het oude pand van de Splinter in de Nieuwe Burg. Ja. En dat hebben jullie ergens eind vorig jaar al gehuurd, volgens mij? Hebben we getekend en we zijn nu in januari hebben we de sleutel gekregen en toen zijn we aan het verbouwen gegaan. Ja, precies. Ja. En jullie hebben echt, want we staan nu op de bovenverdieping, dus... Ja, daar zijn ook de behandelkamers, die gaan we nu allemaal niet bekijken. Er wordt ook al behandeld. Ja, we kunnen wel wat een beetje laten zien. Want dat mogen jullie eigenlijk maar pas sinds deze week? Ja, sinds maandag. Hier komt dan de intakeruimte nog, maar we mogen nu nog geen foto's en zo en huidanalyses dichtbij doen. Nee, dus nee, nee. Dat hebben we nog even uitgesteld. En dit is unit. Een behandelkamer. Met een zeer comfortabele stoel. Ja, in totaal hebben we 3 behandelkamers. En we hebben nog een nageltafel, dus daar kunnen we het gel-lak doen. Voor de rest doen we niks aan nagels, maar alleen dat. En een zeer robuuste trap zie ik, mooi. Is ja, van die je moet nog even een lakje hebben. Ja, dat snap ik, maar dat... Het was eerst een gewone, normale trap, met een hele oude reling met plastic. En toen zei ik, kunnen we er geen zwevende trap van maken, want dat vind ik eigenlijk veel chique. Ja, dat is dus het dus we hebben even met z'n 3 op een tree gestaan of het hield. En het hield, dus nu zijn we nog even aan het afwerken. Nou, en we willen natuurlijk wel even onze mooie wc laten zien. Tadaa! Tadaa! Wat een mooi toilet heb jij! Ja, mooi hè? Ja. Chic hè? En maar nu zijn we in de winkel. Ja. En nou ja, daar heb je van bruisballen tot parfums tot noem maar op. Alles. We hebben alles. De meeste producten halen uit Griekenland. Omdat daar, daar weten ze heel goed natuurlijke producten te maken. Zoals shampoo bars en conditioners en bruisballen en zeep. En we hebben de parfumlijn. Dus daar kunnen mensen via vragen, een vraagbord, kunnen ze dan verschillende vragen invullen. En dan komt er eigenlijk een vijftal parfums uit en die kunnen ze dan testen. En die mogen ze dan zelf in een flesje laten vullen. 30, 50 of 100 ml. En het is pure parfum, blijft lang hangen. Ik kom zelf uit de cosmetica wereld, dus ik ben heel kritisch. Zo ben je ooit begonnen in de cosmetica wereld? Ja, ooit bij het Bijkorf. En de prijzen zijn heel laag, want 30 ml is 12,50 voor een flesje. Dus het is niet veel, het is heel leuk als cadeautje of voor jezelf. En je kunt ze ook weer na laten vullen, dus het is ook nog eens milieuvriendelijk. En achterin hebben we die is nog niet helemaal af, maar daar gaan we mee beginnen. En we hebben een machine uit Amerika laten komen. Dat is dat kleine ding het midden? Ja, dat is een heel duur machientje. En daar kun je dus bruisballen mee maken, maar ook in hartjes of in donuts of in macarons. Dus die maak je dan op bestelling of zo? Als ik zeg van ik wil graag een paar bruisballen? Nee, we doen het echt met een klant samen. Dus dan mogen ze, doen dan zeg maar een dag van nou we gaan maken nu allemaal macarons. En dan kunnen ze zelf de kleur en de geur bepalen. En die kunnen ze dan in de mand doen. En dan zetten wij eronder en dan doen we een klik op de knop. En dan wordt die geperst en dan kunnen ze hem zelf meenemen. En wat is dat daar in de hoek? Zijn dat nou boeken? Nee, dat zijn... Dat zijn de cadeaupakketten. Dus dat is... Uyuni. Ja, dus dat is deze lijn. Dat is Treatments. En Treatments is een beetje in vergelijkbaar met Rituals. En dit is gemaakt door een Nederlandse bedrijf. En dat staat nu in alle grote wellnesscentra's in Nederland. Ja, het is Bad Kuip en die hebben wij ergens in Midden-België gevonden. En die vonden we zo leuk en authentiek. Dus we dachten, nou, die gaan we in de etalage zetten. Komen jullie de crisis, zijn jullie een beetje normaal doorgekomen? Hij is natuurlijk nog niet klaar, maar... Hij was even pittig natuurlijk, want ja, ineens mag je niks meer doen. Dus ik heb 3, 4 bedrijven inmiddels. En ineens geen inkomen meer. Dat is natuurlijk best... Terwijl je net al hier allemaal aan het investeren bent. Ja, ik heb 3 weken wel het gevoel dat de strop rond mijn nek zat. Ja, 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 dat geloof ik. Maar we hebben het gelukkig gered. En met wat uitstel van betalingen her en der. Maar goed, die worden... Ik heb al zo van, nou, als we nu weer gewoon aan de slag kunnen, dan... En de praktijk is weer open. De winkel is ook gewoon alvast open. Maar wordt dus nog... Daar komen nog allemaal puntjes op de i. Ja. Zo moet je het gewoon zien. Ja. En, tegen de tijd dat echt alles weer normaal is, doe je misschien nog wel een keer een feestje of wie weet. Dan gaan we gewoon met de champagne op. Vier dagen dat je dan alweer een jaar open bent of zo. Ja, precies. Nou, in ieder geval welkom in deze straat. Ja, en nieuw welkom is niet nodig, want je was al helemaal in Middelburg. Ja.
En heel veel succes met het bedrijf. Ja, dankjewel.